Ik ben Katrien. Ik werk ondertussen al een 11-tal jaar voor Tolnet. Tolnet staat voor Technologie Ondersteund Levenslang Leren. En we zijn sinds januari 2019 een onderdeel van Klassement. En ik ben hier vandaag niet alleen. Ik heb collega Davy meegebracht of ook laten aanmelden. Davy zal zijn webcam waarschijnlijk ook nog wel op gaan zetten. En hij zal jullie vooral gaan helpen bij de vragen. Voilà, Davy is onderweg. Bij de vragen in de chat. Dus als je vragen hebt tijdens de sessie, aarzel niet om die al in de chat te zetten. Ofwel gaat David die al direct beantwoorden. Ofwel hebben we op het einde tijd om op die vragen nog in te gaan. De webinar op zich is vraaggestuurd opgebouwd. Dat betekent dat we de vragen die we binnengekregen hadden tot deze middag nog geprobeerd hebben om te behandelen. Er waren er nog een paar die gisteren binnengekomen zijn, die zitten er zeker allemaal in. Maar ook naar de volgende sessies toe, heb je vragen, stuur ze ons vooraf. Dus tot de middag ongeveer mag je die insturen, dan nemen ze mee. In de sessie ben je ook zeker van een antwoord. Ik ga mijn webcam terug afzetten omwille van de bandbreedte te besparen. En ik zou willen starten met enkele huisregels. Huisregels voor deelname aan deze webinar. We proberen het zo interactief mogelijk te maken, dus gebruik echt die chat wel. Ik hou daar een klein oogje op, maar Davy is daar meer mee bezig, dus bestook hem maar met vragen, zou ik zeggen. Op het einde kan het eventueel ook mijn microfoon. We gaan zien hoeveel tijd we hebben en zo verder. Als je niet spreekt, mute je microfoon. En dat zie je ook aan de linkerkant van Big Blue Button. Als er een rood symbooltje bij jou staat, betekent gedempt. Dat is heel goed. Anders als er achtergrondgeluiden zijn, of er slaat een deur dicht, of een gsm gaat, wordt het allemaal mee opgenomen. Plus ook eens een storende factor voor de andere deelnemers. Moest het zijn dat we zeggen, ah, die vraag is toch niet zo heel duidelijk, zullen we zelf jullie de microfoon wel geven en verduidelijking vragen. Nogmaals, al onze webinars worden dus opgenomen, dus die zijn beschikbaar binnen een weekje ongeveer. En de publicatie van de presentatie, die gebeurt ofwel vandaag nog ofwel maandag. Dus die zal er iets sneller zijn dan de video. Heel veel vragen toegekomen. Ik heb het er juist al gezegd, dus dat vinden wij zeer goed en zeer leuk ook om direct met jullie vragen aan de slag te kunnen gaan. Ik heb ze geprobeerd een beetje te bundelen, de vragen. Ik heb ze ook letterlijk genomen zoals jullie ze hebben ingestuurd, zodat je ook je eigen vraag hopelijk ergens herkent. En vind je het scherm op dit moment te klein, dat je zegt van oei, ik wil het toch wel iets groter zien? Naast mijn presentatie staan in de rechter kolom eigenlijk vier kleine pijltjes. Als je daarop klikt, krijg je de presentatie schermvullend. Als je dan een vraag wil stellen in de chat, dan heb je wel eventjes je escape-toets in te drukken. En op die manier kan je dan je vraag in de chatbox. En je kan telkens dus wisselen tussen het volledige scherm en de chatfunctie. Dus is ook een weetje dat we graag meegeven naar jullie. De vragen zijn gebundeld. Het eerste luikje gaat over het echt organiseren van afstandsonderwijs of online leren. Want de twee termen worden een beetje door elkaar gebruikt. Wij gebruiken heel dikwijls de term online leren. Dat hoeft niet altijd in het echte afstandsonderwijs te zijn. Dus dat je leerlingen niet naar school laat komen en dat je thuis geeft. Het kan ook zijn dat je zegt, ja, ik geef het als extra, als een soort huiswerk. En dat is ook online leren. Dus de term gebruiken wij een beetje door elkaar. Dus de eerste vraag die ons binnenkwam, kan ook zijn dat ze niet helemaal in volgorde staan, maar ik heb ze dus gebundeld. Hoe hou je rekening? En er is iemand die een webcam probeert op te zetten, dus we vragen uitdrukkelijk om dat niet te doen. Dus hoe hou je de lerenden gemotiveerd en ambitieus? Iemand die vooral tips zoekt om naar cursisten, dus het is een gemengd publiek, jullie. Dus als ik praat over cursisten of leerlingen door elkaar, we proberen het ook te, zodanig te maken dat het voor elk onderwijsniveau bruikbaar is. Hè. Iemand uit volwassenonderwijs, daar moet ik, die zegt van ik zoek dus vooral tips om cursisten die aan de andere kant zitten, toch wel gemotiveerd te houden, want ze haken sneller af dan dat ik ze face-to-face of fysiek in de les bij mij heb. Ook het opstarten, dus die eerste les, is dat vaak zoeken. Als de eerste les wordt, denk ik, hier verondersteld de eerste online les. Hoe kan je hen hier het best in begeleiden? Hoe kan je dat opstarten doen zonder hen echt te overladen met info?
Wat zijn specifieke criteria voor afstandsonderwijs in te richten? Hè? De duur van de lessen, de pauze daarin en zo verder. En wat is de beste volgorde, hè, chronologie of voor stappen die je dient te zetten bij het uitwerken en voorbereiden van een les die je op afstand gaat geven? Ik ga proberen op al die vragen samen een antwoord te formuleren. En ik begin daarbij met deze flowchart, die gemaakt is door de UOP Universiteit in Nederland. En ze hebben eigenlijk 5 stappen gebundeld. Ja. Het eerste stapje is eigenlijk de vraag, de laatste vraag, hè, van ja, hoe begin ik daar nu aan? Welke stappen moet ik nemen om afstandsonderwijs te gaan doen? Hè, de voorbereiding. Dus ja, ik ga ook jullie geen plaatjeswijs maken. Afstandsonderwijs organiseren is zeer tijdrovend. Als je dat heel goed wil doen, steek er daar enorm veel tijd en energie in. Omdat het net toch wel een andere manier is van lesgeven. Dus wij geven ook als advies, en dat geeft ook de Open Universiteit, van neem de tijd om die online onderwijs toch wel te gaan ontwikkelen. Hè. Probeer dat niet zomaar in het wilde weg te gaan doen. Ga dat ook in afspraken doen met collega's, met samenwerking met collega's. Het hoeft niet alle toeters en bellen te bevatten. Het hoeft niet heel flashy te zijn. Hè. Zeker als je plots, stel dat we binnen een paar weken naar, voor het secundair dan naar een code oranje gaan, waar een helft van de klas nog komt, hè, of dat je op afstand gaat lesgeven. Hopelijk gaat het niet naar een code rood. Hè. Dan ga je niet op korte termijn enorm uitgebreide lessen kunnen maken. Ja, dat lukt gewoon niet. Begin met heel goede structuur te maken en probeer ook in teams te werken. Ja. Werk met je collega's binnen de school of zelfs over scholen heen. Deel je materiaal dat je hebt voor die online lessen. Ja. Je bent met een netwerk veel meer dan dat je eigenlijk alleen een vangnet bent. Verdeel ook eventueel het werk tussen de collega's, is zeker een belangrijke. Een tweede effect is, of een tweede aspect liever, is ook structuur, regelmaat en plannen. Ja. Zowel voor jezelf als ook voor je leerlingen, studenten of cursisten is dat heel belangrijk dat je met hen goede afspraken maakt. En dat ga je een aantal keer vandaag terug horen, die goede afspraken. Dus zorg ook dat je met hen 1 communicatiekanaal afspreekt. Gaan kijken via die weg gaan we communiceren. Ja. Voor de meesten gaat dat misschien wel de leeromgeving zijn. Daar kom ik straks ook uitgebreider op terug. Ja. Communiceer ook helder. Ik denk dat dat ook logisch en normaal iets is. Ja. Formuleer opdrachten zo direct mogelijk. Ja. Maak die ook die verwachtingen duidelijk. Maak die helder naar uw doelgroep toe. Van ik verwacht tegen dan dat je dat gedaan hebt. Ja. Dan komen we bij een stukje van activerende effectieve didactiek. Daar ga ik straks ook iets dieper op ingaan. Hè. Zorg dat ook dikwijls een herhaling komt. Hè, dat mensen de stukjes leerstof op een andere manier nog eens opnieuw kunnen gaan bekijken of doornemen. Activeren voor kennis. Dat kan door bijvoorbeeld vragen te zijn, quizjes te maken. Maar dat kan ook op andere manieren. We komen straks ook terug op die werkvormen die mogelijk zijn bij afstandsonderwijs. Motivatie was ook iets dat heel dikwijls terugkwam in de vragen. Toon ook betrokkenheid. En een van die betrokkenheid is ook van spreek af wanneer dat je op vragen antwoordt, wanneer dat je bereikbaar bent. Dat is een hele belangrijke, dat studenten of cursisten weten, mijn leerkracht kan ik bereiken. In die zin, als ik vandaag een vraag stel op een forum of via een andere weg, ik kan antwoord verwachten. Morgen, bijvoorbeeld. Nu, morgen is zaterdag, dus maandag. Of als ik maandag een vraag stel, dan weet ik dat mijn leerkracht gaat kijken op woensdag. Dan weet ik dat ik woensdag zeker antwoord krijg. Als je dat niet doet, dan verwacht mensen dat jij alle minuut gaat antwoorden. En ze verwachten dat, zij denken dat. Dus als dat dan niet is, dan kan het daar ook wel die motivatie enorm naar beneden zijn. Dus spreek heel goed af dat je beschikbaar bent, op welke manieren dat je beschikbaar bent, en toon die betrokkenheid dat ze er niet alleen voor staan. Zorg daarnaast ook voor een veilige en een gezonde
leeromgeving. En leeromgeving is niet alleen onze smart schools en Moodles en Canvassen en wat nog, maar is ook van, ja, welke hoeveelheid bied ik aan? En dat is ook een leeromgeving geven. Biedt niet te veel aan. Hè. In het begin van de periode pre-teaching, in maart, april, zijn sommige leerlingen enorm overstelpt met materialen. Ze moesten doornemen. Toen heb je dat ook wel in de media gehoord. De ouders zeiden wel, wow, dat lukt hier niet. Dat is veel te veel. Hè. Dus bied dat ook aan in kleine brokken. Ja. Daar kom ik straks ook uitgebreider op terug. Maar dat is ook een hele belangrijke, dat je niet te veel overlading geeft, maar dat je het spreidt in de tijd. Ook een vraag was, hè, hoe blijf ik mijn cursisten motiveren om taken op afstand te maken? Hè? Dat was ook iets dat heel veel in het voorjaar meespeelde tijdens die pre-teaching en online lesgeven. Ja. Begin met duidelijke afspraken te maken. Van, ik verwacht dat van jou tegen dan. Dan zijn er online sessies. Je neemt daaraan deel en zo verder. Nogmaals, die beschikbaarheid van jezelf is belangrijk. Las feedbackmomenten in. En ja, stimuleer dat dagritme. Hè, dat ze echt wel in dat dagritme zitten. En plan ook je live sessies als je een combinatie doet van zelfstandig oefenen en live sessies. Plan die ook op verschillende momenten. Hè. De ene keer dat je zegt van, het is van, mijn lesuur gaat in school door, van 10 tot 12. Ja, ik plan dat bijvoorbeeld van 10 tot 11 of van 11 tot 12 is. Hè. Dus op die manier. Een live sessie, en daar ga ik zo dadelijk uitgebreider op terugkomen ook, plan dat ook niet over het uur. Hè. Je zal straks ook zelf merken dat een uur naar iemand luisteren, en ook al is dat actief en dergelijke meer, is heel lang. Als je zelfs naar lager onderwijs gaat, vermoedelijk gaan zij niet online niet meer door de pre-teaching gaan voor het voorjaar. Maar stel dat het ooit wel terugkomt, beperk het dan zelfs tot live sessies van 10 à maximum 15 minuten. En ga daar zeker niet naar een uur live sessie plannen. Nu, er is heel veel informatie over allerlei onderwerpen en allerlei afstandsonderwijs. Ik heb ze hier voor een heel groot stukje al gebundeld. En ik ga jullie niet naar alles meenemen, maar naar een aantal die ik er ga uitpikken. Eerst en vooral de eerste website. Dan ga ik even mijn PowerPoint verstoppen. De eerste website waar ik jullie naar mee wil nemen is een website van het project IBT ALO, Adult Learners Online. Maar het is zeker ook van toepassing op secundair onderwijs, sommige dingen ook over lager onderwijs. Als je er naartoe surft, en de linkjes kan je dus later in de PowerPoint aanklikken, dan gaat er gevraagd worden om aan te melden. Je kan aanmelden met een mailadres, maar je kan ook aanmelden met Google. En dat project heeft gelopen rond, ja, hoe ga je nu in afstand eerst en vooral het ontwerpen? Anderzijds, hoe ga je begeleiden en ondersteunen? Hoe ga je jezelf professionaliseren? Hoe ga je kwaliteit ontwikkelen? Dus hè, er gaat wel over een heel aantal aspecten. En je merkt dat er hier bovenaan bij mij al een aantal zaken klaarstaan. Dat komt omdat ik de website al een aantal keer bezocht heb. We hebben er ook aan meegewerkt, dus vandaar dat ik al wat blokjes heb. Maar als je bijvoorbeeld gaat klikken op begeleiden en ondersteunen bovenaan, dan ga je hier een heel aantal filmpjes vinden, hè, eerst en vooral. Maar als je op de verschillende onderdeeltjes klikt, bijvoorbeeld over zelfregulering, gaat Stijn u ook zijn 7 bouwstenen rond zelfregulering meedelen. Er zit ook een klasstoel in, waar je verschillende zaken kan aanduiden rond doelstellingen en jezelf kunt inschalen en er komt dan een advies uit. Een aantal dingen rond sociale interactie, hoe ga ik die interactie nu kunnen opbouwen in een online situatie. Als je klikt bijvoorbeeld op online en blended leren, dan gaat er een definitie gevormd worden. Ja. Zij zijn uitgegaan van een combinatie tussen online leren en face-to-face. Ja. Voor ons is online en blended leren, net zoals het hier staat, altijd een combinatie en niet het volledige afstandsonderwijs. Zij hebben ook gewerkt bij het ontwerpen aan een aantal bouwstenen, een aantal aandachtspunten. Ik ga er heel snel doorgaan, maar ik raad je zeker aan om daar eens verder dieper zelf naartoe te surfen. Dus als je de 4 aandachtspunten, en dat gaat over flexibiliteit, dat gaat over de sociale interactie, het leerproces, dat klimaat, dat effectief leerklimaat maken. Dus 7 bouwstenen waar dat een goede online les zou moeten aan voldoen. Authenticiteit, gepersonaliseerd,
cursus gestuurd. Interactie is belangrijk. Hè? Hoe bouw je de interactie op? Die reflectiemomenten en calibratie gaan hier ook allemaal aan bod komen. Dus als je er doorscrollt, zie je ook, als je hier bij de verschillende op de pijltjes klikt, staat er ook telkens een videootje waar je meer informatie vindt. Ik ga op deze website niet te ver ingaan, maar ik zou zeggen, ga er zeker eens op verkenning. Er zit een schat aan informatie klaar. Een andere, ik ga even in de PowerPoint klikken om er naartoe te gaan, is dat wij in het voorjaar heel wat bijkomende vragen kregen rond het gebruik of het organiseren van live sessies. Ik ga daar zo dadelijk ook verder op ingaan. En we hebben dat samen met het Deltion College in Nederland gebundeld in een naslagwerk, waar dat je, en ik ga gewoon naar de inhoudstafel gaan, waar dat je tips vindt voor je organisatie als onderwijsteam, maar ook tips voor jou als leerkracht. Hè. Ik heb er juist gezegd, een live sessie, hou die binnen het uurtje. Is het een onderwijsniveau, lager onderwijs, zelfs 10 minuten, kwartier. Hoe rooster je dat in het secundair? Stel dat we naar code oranje of iemand of een bepaalde regio naar code rood gaat. Ga je dan het klassieke uurrooster aanhouden en leerlingen van 9 uur 's morgens tot 4 uur 's avonds live sessies geven? Nee, dat ga je niet. Dat houden leerlingen zeker niet vol, hou je zelf ook niet vol. Want je zal zien dat dat heel intensief is om zo'n live sessies te maken. Dus daar zitten tips voor in. Er zitten ook tips in naar waar vind je al kant-en-klaar materiaal. Helemaal op het einde zit er ook een hele checklist aan. Ik ga er naartoe scrollen. Dus, maar het is ook een hele visuele. Dus hier zit de checklist in als je die zou afprinten. En kan je voor elk van jouw live sessies gaan afvinken of aan je afstandsonderwijs gaan afvinken van ik heb het of ik heb het niet. Hè. Bijvoorbeeld zoals ik er juist zei, bij 2, hè, je brengt je klas in orde. Als je dat fysiek zou doen, ga je ook zien, van, is mijn ruimte hier netjes, staan de stoelen aan de kant. Hè. Voor live sessies ga je dat ook doen. Hè. Zit je in een rustige ruimte? Werkt je internet goed? Heb je bijvoorbeeld een glas water bij de hand? Kan je niet gestoord worden? Hè. Mijn collega Bram had van de week ook een webinar. Hij had ook een heel lijstje vooraf van de hond buiten, de kat mag niet binnen. Ik heb een bordje aan de deur hangen voor mijn kinderen, dat die weten dat ze nu het volgende uurtje niet binnen mogen komen. Dus dat zijn zaken waar je moet aan denken als je live wil gaan. En die dat je dus hier in een mooie checklist kan vinden. Ik ga de voorlaatste er ook nog uitnemen. Dat is ook samen ontwikkeld met het Deltion College. Waarbij dat we een website hebben gemaakt met allerlei werkvormen die voor afstandsonderwijs of online leren kunnen gebruikt worden. Als je er naartoe surft, kom je hier terecht en je ziet hierboven dat we de verschillende onderdelen van de lessen hebben samengevat. Dus als je zegt van ja, ik wil voorkennis activeren, welke werkvormen kan ik daarvoor gebruiken? Dan klik je daarop. Je klikt hieronder op de pijl, scroll naar beneden en je hebt daar een aantal mogelijke werkvormen. Bijvoorbeeld als je zegt, ah, wat is dat hier? Die pimpampet. Je klikt daarop, je krijgt de uitleg en de mogelijke tools die je zou kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld een brainstorm, een tool. We zijn er zeker niet volledig met tools geweest. Pin u daar niet op vast. Maar als je dan één voorbeeldje of meerdere voorbeeldjes vindt, dan kan je ook zelf wel gaan kijken van ah, ik gebruik al zoiets Padlet-achtig, ik gebruik daar iets anders voor. Dan kan je zelf wel die mogelijkheid maken. Klik je bijvoorbeeld bovenaan op kennis verwerken, dan ga je zien dat we daar ook 8 werkvormen hebben gebundeld, met daar ook telkens weer de combinatie met de tools erbij. Dus dat zijn een aantal hulpmiddelen die dat mogelijk zijn om verder te bekijken. En dan heb je echt vragen over hoe ontwikkel je zaken, dan is design online leren een van de mogelijke bronnen. Dat zijn een aantal online modules waarbij dat we richtlijnen geven naar hoe begin je nu met een deel van je lessen om te zetten naar online leren. En het is ook wat hulpmiddelen, wat steekkaarten, wat fiches bij om aan de slag te gaan. En ook niet vergeten kwaliteit bij online leren. En hoe bied je nu kwaliteit? Ook daar zijn een aantal online modules van te vinden die dat we vorig jaar hebben samengemaakt met Nederland, Engeland en Noorwegen. Dat wat betreft de didactische kant alvast.
Dan de volgende soort vragen was vooral van hoe communiceer ik nu met leerlingen, met collega's? Wat zijn nuttige tools om tijdens een online les de aandacht te kunnen vasthouden? Er ook in het voorjaar heel wat live sessies of webinars georganiseerd, live vergaderingen. Ik denk dat we van het echte personeelsvergaderingen en andere vergaderingen heel veel nu online gaan hebben. Er zijn diverse tools voor beschikbaar. Je hebt Smart School Live, ingebakken in Smart School. Je hebt Google Meet voor de mensen die Google-applicaties gebruiken. Je hebt Whereby, dat is ook een gratis. Je hebt Jitsi Meet. Als je Microsoft Office gebruikt, heb je MS Teams. Waar je nu in zit, is BigBlueButton. Je hebt heel veel soorten. We hebben ook een linkje meegestuurd of opgenomen naar allerlei handleidingen. Nu, enerzijds hangt het dikwijls af van wat je kiest, wat er op school voorhanden is. Als jullie werken met Smart School, ja, dan is die keuze logisch om daarvoor te kiezen. Werk je met Google, dan ga je sneller naar een Google Meet gaan. Ook daar een aantal tips bij. Ik ben er straks ook begonnen bij deze webinar met aan te geven van dit zijn de huisregels. We verwachten dat je deelneemt op die manier. Dat is zeker een hele belangrijke, die duidelijke afspraken maken. Wie praat, wie zet zijn microfoon aan, wie zet hem uit, wie zet de webcams op, wie zet hem niet op. Die zaken, maak daar een huisregelreglement van. Ook de afspraken, gebruik je een chat of een Q&A in sommige programma's noemt dat Q&A, in andere programma's noemt dat een chat. Wie het gebruikt, wie mag het scherm delen gebruiken, wie niet. De meeste softwareprogramma's laten ook toe om sessies op te nemen. Dus dat is ook een hele belangrijke. Als dat kan in uw software, doe dat ook. Leerlingen gaan dikwijls dat herbekijken, zonder dat je dat zelfs weet. Maar ze gaan veel meer kijken opnieuw naar opgenomen video's of opgenomen lessen. Dan dat ze anders gaan nu gaan vragen. Ene keer gaan ze misschien wel eens uitleg vragen in de klas, of een tweede keer ook. Maar dan gaat het stoppen, want dan zeggen ze, ja, ik moet het weer gaan vragen, ik ga dat maar niet doen, want wat gaat die leerkracht van mij denken, of wat gaat de klas van mij denken? Tegenover als ze video's hebben, gaan ze veel meer naar die video's bekijken. We hebben daar ook heel wat meer tips rond. Ook daar is een linkje van beschikbaar. Dit zijn zo voorbeeldjes van zo'n afspraken in de digitale klas, zoals het daar rechts staat, of virtuele afspraken wordt het soms ook genoemd, waarbij dat er wordt gezegd wie wat wanneer mag doen. We hebben het net al besproken. Een andere vraag daarbij, of twee vragen die erbij kwamen, was ook van ja, hoe weet ik dat ik niet te snel ga als ik iets online doe? Echt een online sessie. In de klas kunnen dan leerlingen aangeven van oei, dit heb ik moeilijker begrepen, maar online, hoe gaat dat gebeuren? En hoe bereik ik en motiveer ik leerlingen die extra zorg nodig hebben? Als je voor een webinar of een live kiest, dan kan je dus inderdaad de chatbox gebruiken om te zeggen van als je vragen hebt van stel uw vraag daarin, zoals ik net gezegd heb van bij ons ook. Davy zit klaar om jullie vragen te beantwoorden. Anderzijds kan je ook zeggen van ja, als je een vraag hebt, typ daar gewoon ik heb een vraag. En op die manier kan je, of op dat moment kan je dan zeggen van ah, ik heb gezien persoon X, je hebt een vraag. Ik ga jou stel uw vraag maar even mondeling of zelf de microfoon van die persoon aanzetten. Niet alle tools hebben dat, maar een aantal tools hebben ook de mogelijkheid om een hand te laten opsteken. En dan kan je op die manier ook zien, handjes opgestoken bij die persoon, die zal zeker een vraag hebben en dan vragen om het mondeling toe te lichten. Dus dat is zeker ook een optie, maar dan moet je bekijken dat je software dat kan. Nog een vraag in dezelfde richting was van, ik ben een ondersteuner, hoe kunnen we tijdens de online lessen meer differentiëren en inpikken op leerlingen die het moeilijker heeft, die iets niet begrepen heeft, die gefrustreerd geraakt en zo verder. Ja, je kan die apart nemen in een chat. Je kan bij de meeste pakketten ook aparte privéchats sturen naar mensen, dus dat zou wel kunnen gaan. Maar ik zou zeker ook aanraden, als je dat opmerkt, dat je met die persoon een aparte videocall of een aparte live sessie even plant. Je kan ze hulpfiches aanbieden, je kan ze extra video's aanbieden met uitleg in aparte oefeningen of extra oefeningen op het stukje dat ze niet of minder goed hebben begrepen. Maar echt het belangrijkste daar is ook hen laten voelen van je bent er. Ze kunnen op jou een beroep doen. Het is niet zo dat jij ergens
in de zon ligt, bij wijze van spreken, en dat zij de leerstof moeten doorlopen. Dus ik denk dat dat nog het allerbelangrijkste is, dat kunnen laten voelen dat ze wel op jou kunnen rekenen. Hoe kan ik leerlingen het beste ondersteunen met afstandsleren? Heel veel dus met live sessies in combinatie. Wij geloven heel sterk in combinatie tussen live sessies en zelfstandig laten oefenen. Dus je kan hen zelfstandig laten oefenen door een werkblad, maar het kan ook online oefeningen zijn. Ondersteuning aanbieden via hulpkaarten. Maar ook daar een belangrijke, sluit altijd af met feedback. Ja. Dat is ook een hele belangrijke om mee te nemen wat je in de klas ook doet. Maar die feedback mag zeker online ook niet vergeten worden. Hoe differentiëren als je online les geeft? Ja, je kan dat doen aan de hand van vooropgenomen video's. En dat je hen video's bezorgt en daarop aan de hand van video's hen doorstuurt naar bepaalde oefeningen. Dat is een heel goede vorm om te gaan differentiëren. Zijn ze klaar met een bepaalde video? De oefeningen zijn daarbij gemaakt. Oefeningen zijn goed gemaakt, dan kan je hen naar een niveau hoger sturen. Zijn de oefeningen niet goed gemaakt, dan kan je hen een extra live sessie aanbieden of extra oefeningen aanbieden en zo verder. Dus dat is ook weer het verschil. Sommige softwarepakketten kunnen ook met breakout-ruimtes werken. En breakout-ruimtes betekent dus dat je start met heel de groep dezelfde live sessie. Van het moment dat je zegt van, ja, we hebben hier een kwartiertje uitleg gegeven, iedereen begint aan oefeningen, maar de sessie blijft open, heb je een vraag, gaan we in een aparte ruimte en lichten we die extra informatie toe. Dus dat kan ook, maar breakoutruimtes zijn nog niet in elke omgeving beschikbaar. Bijvoorbeeld op dit moment in Google Meet is dat nog niet, maar ik weet dat dat wel op komst is, dat daar ook breakoutruimtes mogelijk gaan worden. En dan komen we bij een hele grote tweede blok, het tools gebeuren. Welke tools werken voor leerlingen het best? Zijn ze eenvoudig gebruikt en blijven gratis? Hoe doe je leuke oefeningen tijdens afstandsonderwijs zonder dat je zoveel werk voor jezelf creëert? Goeie vraag. Hoe volg je leerlingen zo efficiënt mogelijk op zonder ook weer daar veel werk moeten in te steken? Bijhouden wie wat heeft gemaakt? En welke tools hebben het meeste leerwinst? Een hele boterham. En net zoals de vragen een hele boterham zijn, hebben we ook heel veel tools beschikbaar. De tools die je hier ziet, zijn samengebracht in 2018 door Jane Hart. Zij is een Engelse dame die elk jaar, want 19 heeft het ook gedaan en 20 zal een van de volgende dagen en weken verschijnen, die zowel onderwijs als werk, als persoonlijke interesse een vragenlijst heeft naar welke tools gebruik je. En zij bundelt dat en vormt daar een top 100 mee. En van de top 100 zie je in het midden de top 10. En in 2008 was het PowerPoint, Word, Google documenten, spreadsheets, slides, Kahoot, WhatsApp, Canva, Zoom, Padlet, Google en YouTube. Benieuwd naar 2020. Ik denk dat er wel wat verschuivingen gaan zijn binnen een aantal weken. Meestal publiceert zij de nieuwe in oktober. Maar je merkt, dit was een heel mooie voorstelling. In 2019 heeft dat zo niet gedaan. Dat er enorm veel tools daar allemaal rondvallen. Ik heb er een aantal meegebracht naar deze sessie. Zeker niet volledig. Maar wel een aantal waar je eens mee aan de slag zou kunnen gaan. Die hier ergens wel vermeld staan. Nu, wat is ook een belangrijke als je een tool gaat kiezen? Iemand vroeg ook van dat ze gratis blijven. Dat is een belangrijke, dat weten we in onderwijs. Maar een andere belangrijke vraag is, mag ik de tool wel gaan gebruiken? En Irene van der Spoel in Nederland heeft dat in een hele mooie infographic gegoten. Alles start bij het kijken wie heeft er een account nodig. Heb jij dat als leerkracht alleen nodig en kunnen leerlingen gewoon met de tool aan de slag zonder dat ze zich moeten persoonlijke gegevens achterlaten? Dan is er geen probleem. Als leerlingen aan de slag kunnen gaan met je tool door een linkje van jou te krijgen zonder dat zij zich moeten aanmelden, mag je de tool privacygewijs, GDPR-gewijs gebruiken. Als leerlingen een account moeten maken, dan kan dat niet. Dan moet je eigenlijk toestemming hebben om die tool te mogen gebruiken. Die toestemming kan op verschillende manieren. Die toestemming is dat je hebt van de ouders via een schoolreglement. Ondertussen zie ik dat Yannick gevonden heeft dat hem 1 september een nieuwe lijst zou publiceren. Dankjewel voor de update.
Ik dacht dat het 1 oktober was, Yannick. Maar het is Jane Heart, gepubliceerd volgende week. Of voor begin volgende week. Loopt de PowerPoint niet verder? Zien jullie geen blauwe code? Ja, normaal gezien zou het wel moeten. Dus de start is van, is die account noodzakelijk voor jou als leerkracht? Dan beslis jij of hem gebruikt of niet gebruikt, de tool. Is hem voor leerlingen? Dan heb je ook de toestemming nodig van ouders als ze min 18 zijn of van de cursisten, studenten, als ze 18 plus zijn. Dus als er overeenkomst is om de tool te gebruiken op school en dat staat in het schoolreglement, is er nog altijd geen probleem en mag de tool gebruikt worden. Is het zo dat je het niet hebt en dat de ouders zeggen van, dat willen we niet, dan kan je de tool ook niet gebruiken. Ja? Dus dat is een hele mooie flipchart daarop. Nu, wat wij ook altijd meegeven is, gebruik uw ELO, uw elektronische leeromgeving, als toegangspoort. En wat bedoelen we daarmee? Nou, ik heb er ook een mooie poort bij gezet. Hè? Een aantal leeromgevingen, zeker ook niet volledig erin geplaatst. Laat uw leeromgeving de poort zijn of de toegang zijn waar dat jij alle materiaal op plaatst. Hè? Linkjes naar extra oefeningen. Linkjes naar pdf's, video's, interactieve oefeningen, uw live sessies. Begin altijd daar. Dat is de tool die de leerlingen het best zouden moeten kennen. Je kan in elke leeromgeving ofwel met een link materialen beschikbaar stellen, ofwel via een embed. En een embed betekent, ik heb een goed filmpje gevonden op YouTube, maar ik gebruik dat niet graag. Want als ik YouTube gebruik, dan zitten mijn leerlingen op YouTube en blijven ze op YouTube kijken en komen ze niet terug naar mijn leerstof. Als je dat filmpje alleen neemt, en men noemt dat dan embedden, en je plakt de code in je leeromgeving, dan gaan ze alleen dat filmpje wat jij hebt voorgesorteerd kunnen bekijken en verdwalen ze niet op YouTube of blijven ze ook niet op YouTube kijken. Dus enkel het filmpje dat jij dan voor hen hebt geselecteerd. Dus op die manier is dat een betere toegang dan dat je eigenlijk hen allerlei linkjes zou bezorgen. We hebben ook een volledige lijst gemaakt, waarbij dat we vertrekken van het soort leerdoel. En als ik daarop klik, dan gaat hij mij ook brengen, voilà, naar waar je hem kan downloaden. Dus je kan hem hier bekijken of je kan hem downloaden. En als je hem downloadt, ik ga terug naar mijn PowerPoint, dat is misschien, daar heb ik een voorstelling in gemaakt. Als je hem downloadt, alles is aanklikbaar als we een handleiding hebben voor de tools erbij. Dus je ziet dat hier met zwarte kaartjes rond. Maar als er een handje op komt, betekent van, ja, je kan een handleiding vinden of je kan uitleg vinden. In dit geval heb ik de screenshot gemaakt van feitelijke kennis, maar we hebben ook zo sociale kennis, we hebben zo praktische vaardigheden en zo verder. Er zijn 4 soorten leerdoelen opgelijst. De werkvormen zijn opgelijst in de 2e kolom. De 3e, waar ga je het doen? Op school of online op afstand? Synchroon, elke leerling op dezelfde moment. Of asynchroon, leerlingen op verschillende momenten kunnen aan werken. Dat jij zegt, dit staat open vanaf vandaag tot 15 september bijvoorbeeld. Persoonlijk of digitaal. Dus persoonlijk betekent van, ja, ze moeten fysiek iets doen. En digitaal, er is een digitale component, die interactie. Is het individueel te doen, in groep of in grote groep? Grote groep is vooral naar de studentengroepen boven de 20, 25 mensen. Dan rekenen we een grote groep. Het ICT-hulpmiddel. En dan staat erachter de verschillende tools. Dus zo kan je die interpreteren en daar hebben we een hele lijst op gemaakt. We hebben ons gebaseerd altijd op gratis tools. Dus vanuit de overheid kijken we altijd naar gratis tools en daar hebben we ook een lijstje van hoe lang zijn die al in de running, hoe dikwijls komt er een update en zo verder. Ik heb er een aantal tools uitgelicht. Allemaal gaat niet op een uurtje webinar, maar ik heb er een aantal uitgericht. En de eerste is Screencast-O-Matic. Daar kan je je scherm mee opnemen. Dus stel dat je een les Excel geeft, of je gaat een whiteboard, dus een soort van witbord gebruiken en daarop tekenen. Dan kan je je scherm opnemen. Een van de tools waarmee je dat kan, is Screencast-O-Matic. Je krijgt wel, je hebt geen account nodig om zelf daarmee aan de slag te gaan. Er komt wel een heel klein logootje links in beeld, dat het met Screencast-O-Matic gemaakt is. Je kan video's maken met Screencast-O-Matic van een 15 minuten, maar dat is zeer lang.
Maak video's van maximum 7, 8 minuten. Ja, en zelfs minder, hoe minder, hoe beter. Maar ga niet een kwartier, want mensen gaan geen kwartier blijven uitkijken. Dus vandaar ook hetzelfde als bij live sessies. Als je live sessies organiseert, zorg voor interactie. Zorg voor dat je zegt van steek je duim omhoog als je hiermee akkoord bent. Gebruik een poll, gebruik de chatbox. Op die manier hou je mensen ook een uur bezig. Met een videootje zijn die mogelijkheden er niet. Dus vandaar, beperk je tijd. Maak korte video's beter een extra video maken dan dat je één hele grote lange video maakt. Als je video's in Screencast-O-Matic gemaakt hebt, kan je ze exporteren als MP4, dat is een standaard videoformaat. En dan kan je ze eventueel opladen in de leeromgeving of je kan ze ook via een link beschikbaar stellen en zo verder. Er zijn ook heel wat andere tools beschikbaar. Nu, waarom gaat onze voorkeur naar Screencast-O-Matic? Als jij klikt op je scherm, gaat hij ook een gele cirkel weergeven waar geklikt wordt. Dus dan kunnen leerlingen heel goed zien, daar is geklikt door mijn leerkracht, want ik zie daar een geel lichtje oplichten. Een andere tool die heel makkelijk is in gebruik, is Learning Apps. Dan ga ik ook heel eventjes naartoe gaan. Ik had hem al klaargezet. Voilà. Learning Apps is al een vrij oude tool, zal je merken, met heel veel al aan boord. Nu, we kunnen daar wel niet van, we hebben daar geen contact met de ontwikkelaars van, dus ik weet ook, het bestaat al lang, maar naar de toekomst toe blijft die nog 5 jaar, nog 10 jaar, geen idee. Maar er zitten wel hele mooie mogelijkheden in, en het is ook een heel snelle manier om digitale oefeningen te maken. Als je gaat en bladert door apps kiest, dus learningapps.org, dan krijg je te zien voor welke vakdomeinen er al materiaal op staat. Als je dan bijvoorbeeld zegt van, ja, ik geef economie. Pik er nu gewoon iets uit. Dan zie je hier al een aantal zaken verschijnen. Voor economie zijn er 6 pagina's minstens beschikbaar. Wel, ik wil hier eens leren over de boekhoudcyclus. Ik ga het eerste pakken. Mijn opdracht is zetten 4 stappen van de boekhoudcyclus in de juiste volgorde. Ik klik op oké en ik kan die dus verslepen naar wat ik wil. En ik kan hier ook aanklikken dat ik klaar ben en dan gaat hem zeggen wat juist en fout is. Dus ik heb hier onderaan geklikt. Nu, hoe kan je zo'n oefeningen die dat al gemaakt zijn naar uw leerlingen gaan geven? Wel, hier onderaan bij gebruik app, daar zie je weblink staan. Wel, als ik die link in de leeromgeving zet, dan gaan mijn leerlingen komen waar ik nu zit. Dezelfde layout, dezelfde zaak. Als ik daarvoor kies, helemaal onderaan voor embedden, en ik doe het op die manier in de leeromgeving, dan gaan ze alleen dit gele vlak zien. En gaan ze niet hierboven zien dat dat learning apps is, gaan ze niet hier de linken zien staan, ook niet door wie het gemaakt is en zo verder. Dus dat is een betere manier, omwille van dat ze dan in de leeromgeving blijven en niet naar die verschillende links, met de kans dat ze niet terugkomen naar een leeromgeving. Wil je zelf een app maken? Dan klik je bovenaan op ik maak een app. En daar zit bijvoorbeeld samenhorende paren, daar zit bijvoorbeeld een groepeeroefening, een kruiswoordraadsel, een woordzoeker. Diverse oefeningen zitten daar allemaal klaar en zijn eenvoudig te maken in een paar muisklikken. Dus dat is een tool die ook in Vlaanderen vrij veel gemaakt wordt. Dan moet ik heel even naar beneden scrollen. Voilà. Ik ga ineens naar de volgende gaan. Is Kinsey Kids. Is vooral lager onderwijs. 1b zal er ook nog wel een aantal zaken in zitten, maar het secundair onderwijs is het niet meer bruikbaar. Ook heel veel zaken, dit zijn ook allemaal dingen die openstaan, dat je gewoon kan gaan gebruiken. Stel dat je zegt van, ik wil hier iets rond geld. Hapergeld betekent dat goudvisje. Ik wil de munten 1 en 2 euro bijvoorbeeld. Ik wil makkelijke oefeningen. Oké, ik start. En dan gaan er zelfs muntjes komen. Voilà. En ik moet nu gaan aanklikken tot ik eigenlijk 6 euro bij elkaar heb. Dus ik moet het visje laten surfen tot ik 6 euro heb. Ik ga de oefening nu niet verder afmaken. Maar ook daar, als ik nu wat terug ga, zie je dat daar een lijnpuzzel, tellen tot 10, moeten ze verbindingen maken. Een doolhof met van 1 tot
20. Ik denk dat, dus, dat ze cijfertjes moeten aanklikken, vormen herkennen. Dus zelfs sommige oefeningen kunnen hier al voor derde kleuterklas gebruikt worden. Dus dat is bij oefenen. Je kan zelf ook materialen maken met Ginzy. Maar Ginzy was tijdens corona in het voorjaar gratis, maar ondertussen is het terugbetalend. Dus dat is een schoolaccount die dan erbij hoort. Maar dit, wat dat gemaakt is, staat open en kan je gewoon gebruiken. Dan de volgende die ik had opgenomen, die ga ik op een, ja, is H5P. Is een tegenhanger eigenlijk van learning apps, een Noorse tool die deels gemaakt wordt door de Noorse Klassement en die dat wij ook beschikbaar stellen via Tonet om aan de slag mee te gaan. Ik ga er nu te veel op ingaan, want de webinar op 9 september die gaat over H5P. We gaan en daar digitale oefeningen mee maken. Je kan daar invuloefeningen maken, sleepoefeningen, dialoogkaartjes, wiskundeoefeningen, beperkt wel. Interactieve oefeningen zoals quizjes en zo verder. Maar als je daar meer wilt van weten, zou ik jou willen doorsturen naar de webinar van 9 september, waar we dan effectief met deze tool aan de slag gaan. Een tool die ook vrij veel gebruikt wordt, meer en meer, is Quizzes. Is een tegenhanger van Kahoot, waarmee je ook een competitie speelt, waar je heel veel Nederlandstalig materiaal op vindt. Tegenover Kahoot is het soms iets minder dat het Nederlandstalig gebied aanwezig is, hier wel. De leraar heeft een account nodig, de leerlingen niet. Die kunnen anoniem deelnemen of onder een nickname, een schuilnaam. Dus dat is ook een mogelijkheid om daarmee aan de slag te gaan. Wil je feedback geven online? Is bijvoorbeeld Kaizena nog een mogelijkheid om feedback te geven, een handleiding enzovoort, vind je hier ook op terug. Dat is een tool waarbij je zowel auditief als geschreven feedback kan bij documenten toevoegen. Gebruik je de Google-omgeving, dan is Kaizena ook een add-on, dus een extra softwarepakketje dat je kan installeren in Google-documenten en van daaruit auditief feedback kan geven. Een andere leuke, die dat wij ook met ons team al gebruikt hebben, is Flipgrid. En Flipgrid is een afgeschermd platform, want je hebt een eigen link. Dus als je dat aanmaakt als leerkracht, heb je een link voor jouw klas. En dan kunnen leerlingen video's van maximum 5 minuten. Het is heel even opgetrokken geweest, maar het is terug een maximum 5 minuten video's. Waarmee je video's kan delen met elkaar. Dus dan kan je bijvoorbeeld een spreekopdracht geven. Zij spreken 5 minuutjes maximum in. Andere leerlingen kunnen dan daarop likes geven. Maar het is dus volledig afgeschermd voor uw klas. Je als leerkracht zet het op en je vraagt aan leerlingen, voeg daar uw filmpje aan toe. Het opnemen zelf van het filmpje gebeurt dus in Flipgrid. Ze moeten het niet op een andere platform gaan doen. Er is een recordknop in het platform geïntegreerd. Een andere tool voor meer gesofisticeerde online lessen te maken is Xerte. Dat doen we ook al een aantal jaren, waarmee je echt leerpaden maakt. De vorige waren echt, ik maak een quiz, een invuloefening, een woordzoeker, allemaal losse dingen. Xerte is eigenlijk een integratie, waarbij je een integratie doet van teksten, van video, van interactieve oefeningen en dat dan als één iets aanbiedt via de leeromgeving. Ook die tool stellen wij ter beschikking gratis van het onderwijsveld in Vlaanderen. We zijn daar uniek in. Meestal is dat de scholen die moeten zorgen voor die software in andere landen. Bij ons is dat dus niet zo. Kan je mijn klassement ook, account ook aanmelden en aan de slag gaan. Wat dat ook een meerwaarde biedt, is dat je daar een adaptief leerpad mee kan maken. Wat is adaptief? Adaptief bedoelen we mee op basis van een meerkeuzevraag of op basis van een bepaalde handeling die de cursist je hebt ingestoken in het leerpad, gaat men naar extra oefeningen, herhalingsoefeningen, terugkijken naar een video omwille van dat ze niet juist hebben geantwoord op een aantal oefeningen. Je kan ze ook doorsturen naar nieuwe leerstof. Dus het is adaptief of gepersonaliseerd leren, waardoor dat je eigenlijk naar gepersonaliseerd onderwijs op maat van de cursisten van de studenten kunt gaan werken. Ook daar gaan wij nog aparte webinars over organiseren. Sowieso elke maand een XRT-vragenuur, waar dat je ook vooraf vragen specifiek tot deze tool kan voor insturen. Maar er gaan ook webinars komen waarbij dat we
echt van nul opleiding geven om daarmee aan de slag te gaan. Andere nuttige links zijn bijvoorbeeld, ja, ik heb ze hier allemaal opgeleid, hè, voor activiteiten voor kleuter, voor lager, secundair onderwijs, voor het volwassenonderwijs, voor DKO. We hebben ze allemaal opgesomd. Wat ik ook nog onder de aandacht wil brengen, is ons eigen materiaal. We hebben 2 jaar geleden, ik ga heel even naar onder scrollen, enorm veel materiaal voor jezelf te personaliseren uitgewerkt in samenwerking met onze collega's in Nederland. Normaal is Inge ook altijd bij deze webinars aanwezig, maar vandaag kon ze helaas niet. En ook met Engeland en Noorwegen. Waardoor dat we hier aan de linkerkant de onderwerpen, en je ziet, ah, ik wil aan de slag gaan met video's. En een aantal leermiddelen die wij gemaakt hebben, maar ook die andere mensen hebben toegevoegd, die wij interessant vinden. Om aan de slag te gaan, hoe plan je dan nu dat je zelf een video gaat opnemen? Waar moet ik op letten? Heb ik een goede microfoon nodig? Die zaken. Wat zit er voor de rest nog in? Bijvoorbeeld ook rond feedback krijgen van je student. Hoe kan je dat doen? Rond flip in de classroom. Ook rond het inclusieve leren. Dus leernoden. Hoe ga je daarmee om? Wat kan ik gaan doen als leerkracht als ik iemand heb die kleurenblind is, bijvoorbeeld, en zo verder. Ook dat thema inclusief leren is ook een van de thema's dat we naar boven of naar voren schuiven als een komende webinar, waar ik zo dadelijk ook meer ga over vertellen. Om aan leren wat werkt. Ik heb nu al een aantal dingen aangehaald, maar wil je nog diepere dingen, wil je nog verder gaan, ga zeker daar ook eens kijken. Er staan een aantal modules klaar die je gewoon door kan nemen en tips en tricks kan uithalen. Microleren, dus die video's is van heel korte duur. En hoe pak je dat aan? Hoe breng je daar kwaliteit in? En zo verder. Dus die zijn er allemaal, maar in een uurtje tijd kunnen we niet zo heel veel daarvan naar voren schuiven. Dan wil ik u ook wijzen, het komt eraan, maar ik zal de nieuwe weg naar Toonet ook al aankondigen hier. Dus als je binnenkort toonet.be surft, normaal volgende week, dan kom je hierop terecht. Op dit moment is het zo, als je op klassement zit en je gaat daar naar deelsites, dat je daar Toolnet vindt, maar het zal dus ook verbonden worden met tool-net.be. En we hebben daar ook de opsplitsing gemaakt. Dus we hebben daar de opsplitsing gemaakt onder opleiding en ondersteuning. Daar worden ook de webinars zoals deze van vandaag aangekondigd. Rond digitale leermiddelen maken, onze eigen tools, maar ook heel wat andere tools zijn erop gesomd. En alles rond didactiek, pedagogiek staat ook gebundeld. Daar wordt ook nog heel dikwijls dingen aan toegevoegd. Denk niet van ah, dat is iets dat status is. Nee, er wordt nog heel dikwijls zaken aan toegevoegd. En wat we ook hebben dankzij de ontwikkelaars van Klassement, is dat we nu ook een aparte ruimte hebben of als voor jullie vragen. Dus uiteraard is er zo dadelijk nog tijd voor vragen. Maar stel dat je morgen met een vraag zit, of volgende week, of ik weet niet wanneer. Als je gaat op onze website dan naar netwerk en je klikt daar op leraarskamers. We hebben er op dit moment 5, 4 waar jullie dingen op kunnen posten, de 5e waar ik dingen op kan posten. Dus heb je een vraag specifiek over Xerté, dan kan je die daar stellen. Je kan daar ook zelf op andere mensen gaan antwoorden, dat ik het niet altijd moet doen, maar in de praktijk denk ik dat ik meestal zal antwoorden. Voor H5P, de tool dat we straks ook even hebben aangehaald. Ook collega Bram zit daarmee te kijken en zal ook regelmatig daar een antwoord geven. Als je specifieke vragen hebt rond Moodle, Moodle is een leeromgeving voor de mensen die het niet kennen, zoals Smart School, zoals Google Classroom. Maar heel wat scholen en centra werken in Vlaanderen met Moodle, maar er is niet echt een plaats waar je voor vragen terecht kan. Dus die hebben we nu ook gecreëerd. En we hebben ook een vraag of een plaats gecreëerd om allerlei vragen, andere vragen rond online leren. Degenen die ingestuurd zijn vandaag hadden perfect ook op dat plekje daar kunnen komen. En mogen ook van ons of van jullie, want het is de bedoeling dat het echt het netwerk gaat vormen en dat we daar niet alleen vanuit Toonet en Klassement gaan op antwoorden, maar eigenlijk ook jullie op elkaar daar gaan reageren. En dan ga ik heel even kijken wat er op dit moment vragen zijn.
Ik zie dat aanvraag met verschillende leraars samen een digitale cursus maken. Met welk platform lukt dit het best? Het kan inderdaad, zoals Davy antwoordt, met Google Docs en Office 365. Ik denk dat het een beetje afhangt ook wat dat je bedoelt met digitale cursus. Ja. Als je bedoelt met een digitale cursus, we werken samen aan een cursus die dan als PDF wordt verspreid naar leerlingen, studenten of cursisten, dan kan dat perfect in een Google Docs of in een Office 365. Daar kan je materiaal delen en samen in één document werken. Als je zegt van ja, ik bedoel met een digitale cursus eerder naar een digitaal leerpad, hè, dus waar dat je een linkje geeft naar studenten toe en zij gaan door de leerstof met afbeeldingen, met video, met interactieve oefeningen. Er zijn een aantal tools, maar meestal zijn dat commerciële tools die dat hebben. De tool die wij gebruiken, dus Xerte, die kan dat ook. En dan kan je ook delen van materiaal. Dus dan kan je ook samenwerken aan materiaal, maar niet op hetzelfde moment. Dat is wel een nadeel misschien, dus dan moet je heel goed afspreken van collega X werkt op maandag erin en collega Y werkt bijvoorbeeld op woensdag en dan moet je daar je wel aan houden. Hè. Dus dat kan. Zien we ook heel veel gebeuren op die manier. Er zijn ook mensen bij die digitale leerpaden maken. En zeggen van ja, ik ben eigenlijk de persoon die ze maakt, maar ik heb een backup die ze doorneemt, kijkt dat er geen fouten in staan. Want die collega is misschien minder ICT-vaardig of zegt ook van ik zoek wel het materiaal bij elkaar, maar de anderen maken het dan tot één geheel. Dat zien we ook heel veel gebeuren. Ja. Maar er zijn zeker mogelijkheden om samen met leerkrachten digitaal materiaal te maken. Dus Google Docs, Office 365, als je werkt met echt een tekstcursus, is het iets digitaler, dan zou ik naar een leerpad gaan en dan is bijvoorbeeld Xerte een oplossing daarvoor. Fien vraagt ook welke manier raad je aan om in een les via webcam tegelijkertijd ook filmpjes te tonen. In de meeste toepassingen zit er ook een functie in om een filmpje te tonen. Ik heb dat vandaag nu niet gedaan in deze webinar, maar ik kan perfect hier wisselen tussen mijn PowerPoint, die dat ik niet als PowerPoint heb opgeladen, maar gewoon mijn scherm met jullie heb gedeeld. En tussen een filmpje, een link die staat, een filmpje dat staat op YouTube of op Vimeo. In sommige programma's, ik denk bijvoorbeeld aan Teams, aan MS Teams, moet je wel aanduiden dat de audio moet meegestuurd worden. In echt professionele programma's, dan zit dat automatisch goed. Dus bijvoorbeeld als ik hier een filmpje zou meesturen, ik kan dat heel even doen, hè. Als ik hier... Ons allen gekende filmpje hier. Kan dat op YouTube, maar ik kan ook, als ik nu de link van de video met jullie deel, deel nieuwe video. Ik ga het nu niet laten afspelen, hè, maar op die manier wordt het eigenlijk overgegaan tussen het linkje en dan wordt de video volledig, hè, je ziet nu wat is klassement op mijn scherm staan, volledig gevuld. Als je het YouTube open doet en je start daar het filmpje, kan ook, maar dan zitten alle toeters en bellen en reclame en zo verder er ook mee in. Dus het is beter dat je het met een link doet. De meeste programma's hebben dat, of webinarprogramma's hebben dat in zich om het zo te doen, maar je moet alleen kijken dat je geen vinkje moet aanzetten om audio mee te sturen.